Goedemiddag allemaal. Laten we van start gaan. Met vandaag weer een interessant nieuw webinar van het Versnellingshuis Nederland Circulair over circulaire ontwerpprincipes in de bouw. En nog even een aantal huisregels om goed door deze webinar heen te komen en elkaar ook de ruimte te geven om en vragen te stellen, maar ook te luisteren. Als je een vraag hebt, graag een camera aan. En ook eigenlijk voor de interactie is het ook leuk om de camera aan te houden. Maar wel graag de microfoon uit, zodat we de presentatoren hun stem goed kunnen laten horen. En heb je een vraag, stel hem in de chat. En Suzanne, mijn collega, zal ook daar waar de vragenrondes zijn, dan weer de vragen eruit halen en doorgeven. En dan kun je eventueel de microfoon weer even aanzetten om eventueel een vraag toe te lichten. Waar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben? We gaan het hebben eigenlijk over de kennis wat meer krijgen over de transitieagenda circulaire bouweconomie en wat die inhoudt voor ondernemers. Wat is de link daartussen en hoe kun je daar les uit trekken en bijvoorbeeld ook naar kijken om in je toekomststrategieën op te zetten. Vervolgens gaan we iets kort in op een aantal circulaire ontwerpprincipes. Wat zijn dat? Hoe hou je er rekening mee en wat betekent dat? En hoe dat in de praktijk eruit ziet met twee sprekers, vanuit eentje vanuit CPZ en eentje vanuit Sustainer Homes. En daar kom ik zo even bij de introductie op. En zij zullen wat meer vertellen over hoe ze vanuit die principes uiteindelijk naar de dagelijkse praktijk toe hebben gewerkt en wat dat inhoudt voor hun manier van bedrijfsvoeren onder andere. Kort zeg maar even een agenda. Ja, mijn naam is David Telen. Ik zal vandaag de webinar hosten en begeleiden. En Erin Troost zal straks iets meer vertellen over het Versnellingshuis. Suzanne van Haar is mijn collega die helpt met het modereren van deze sessie. Daarnaast hebben we een aantal gasten uitgenodigd ook om wat meer te vertellen. Aan de ene kant over de transitieagenda. Dat is Hans Scherpenzeel. Hij is programmamanager transitieagenda circulaire bouweconomie. En daarnaast zullen Menno Rubbens en Thomas Steiniga hun kennis en ervaring inbrengen. Eigenlijk hoe ze vanuit die principes en ervaringen kijken naar circulair ondernemen vanuit het ontwerpvak. En uiteindelijk is er ook veel ruimte voor interactie en vragen. Maar die komen stap voor stap komen daarbij. Dan wil ik nu eerst vragen aan Erin om wat meer uit te leggen over het Versnellingshuis en waar het Versnellingshuis bij kan helpen. En Erin mag dan de bediening Dankjewel, overnemen. David. Ja. Even kijken of ik de bediening al heb. Nee, hier krijgen. Ja. Yes. Ja. Dankjewel voor de intro, David. Nou, mijn naam is Erin Troost. Ik ben hier namens het Versnellingshuis om jullie kort te vertellen wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij ondernemers helpen met hun circulaire vragen, uitdagingen. Nou, aangaande hun business case of een technische uitdaging. Algemeen heel breed circulaire vragen van ondernemers. Het Versnellingshuis is een samenwerking van het ministerie van INW, VNO-NCW, MKB Nederland, het Groene Brein en NVO Nederland. En samen werken we in het Versnellingshuis. En het Versnellingshuis is eigenlijk een team van circulair experts. Een team van case managers die samen kijken naar de vragen die binnenkomen om ondernemers daarbij te helpen. De meest voorkomende thema's zijn vaak het matchmaking, het verbinden met relevante netwerken, het beantwoorden van vragen over wet en regelgeving, het ondersteunen door delen van kennis. Ja, sommige ondernemers staan nog helemaal aan het begin en die zijn op zoek naar. Ja, wat is circulair ondernemen? Hoe kan ik dat toepassen? Dus vanaf en ook heel specifiek aan de andere kant van het spectrum, dus heel breed kennis. En natuurlijk voor iedereen altijd een uitdaging, ook financieringsvragen. Nou, start-ups die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een groeifonds of nou, heel breed ook. Nou, als je dan kijkt naar het type vragen wat we beantwoorden, heb je korte vragen, dat is meer de matchmaking. Ik heb een contact nodig, ik ben op zoek naar een ingang, kunnen jullie mij verder helpen? Maatwerk zijn vaak wat complexere vragen die bijvoorbeeld nou, ook een ronde tafel of een experttafel waar meerdere stakeholders bij elkaar komen om bepaalde dilemma's te tackelen of bepaalde belemmeringen met elkaar te bekijken van hoe kunnen we dat in de keten met elkaar oplossen.
We werken ook met RVO's samen op de MKB ketens. Er is ook een subsidie die in april weer opengaat. MKB subsidie. En breed werken we ook aan een aantal moonshots. Waar we bij even dus in de hele keten kijken hoe we het circulairder met elkaar kunnen organiseren. Om een paar concrete voorbeelden te geven. Zo hebben we bijvoorbeeld van WasteWorks. Zij hebben een klimaatadaptief trottoir ontwikkeld. En ze waren op zoek naar een launching customer. En vanuit ons netwerk van versnellingspartners. Want we werken ook met een breed netwerk van partners in Nederland. Zoals bijvoorbeeld Circulair Friesland of Midpoint Brabant. Nou, zo heel breed. En werken we met heel veel versnellingspartners samen. Dus zetten wij vragen die bij ons binnenkomen ook vaak uit in dat netwerk. Om te kijken hoe wij een ondernemer verder kunnen helpen. Zo is er ook een vraag binnengekomen pas geleden van Rawpaint. Die hebben een verfpoeder, een circulaire oplossing voor verf ontwikkeld. En zij waren ook op zoek naar ingangen. Hoe zij met dit product dan ook in de markt actief aan de slag kunnen gaan. Dus dit zijn twee voorbeelden. We hebben ook een online community, circulairondernemer.nl. Waar je een vraag kan stellen en ook matchmaking, dus ook vragen en uitdagingen van anderen kunt teruglezen. Waardevolle community om eens op te kijken. En hoe kan je dus als ondernemer een vraag bij ons stellen? Dat kan sowieso via de telefoon. Er staat ook een nummer op onze website voor als je verkennende vragen hebt of eens wil aftasten hoe dat precies werkt. En we hebben een aanvraagformulier ontwikkeld waar je dus je uitdaging, je vraag kan indienen. En dan word je door ons team van experts geholpen om tot een oplossing te komen. Dus even heel kort het versnellingshuis en hoe je bij ons terecht kan komen. Dus bedankt. Ja, dankjewel Erin. Zijn er mensen in aanwezigen die daar al een vraag over hebben? Daarnaast zal iedereen ook deze presentatie krijgen. En daar zitten een aantal links in, zodat je ook zelf kan grasduinen eigenlijk op wat het versnellingshuis verder te bieden heeft. En met welke vraag je daarvoor terecht kan. Ik zie in de chat volgens mij geen vragen. Ik weet niet of er nog iemand een vraag heeft. En zo niet, dan gaan we door. En dan wil ik eigenlijk vragen aan Hans Scherpenzeel om wat meer te vertellen over de transitieagenda circulaire bouweconomie. Hans is programmamanager transitieagenda en hij kan ons wat vertellen over wat er eigenlijk op dit moment speelt met betrekking tot de transitieagenda en hoe dan dat relateert aan waar ondernemers tegenaan lopen op circulaire economie en hoe ze gebruik kunnen maken onder andere van de kennis van de transitieagenda. Mag ik jou vragen, Hans, om jouw scherm te delen? Ik hoop dat het nu werkt. Is het zichtbaar? Ja, perfect. Oké. Ja, mijn naam is Hans Scherpenzeel, programmamanager Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Ik doe dat vanuit mijn hoedanigheid als senior programmaadviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. En ik ben ook secretaris van het transitieteam. Wij doen dit eigenlijk onder de vleugels van de bouwagenda. Dat doen we al een aantal jaren. Dus in feite hebben wij input van zowel het Rijksbrede programma als vanuit de bouwagenda. Om op die manier samen met de markt en met de wetenschapspartijen en met de overheid niet alleen een agenda te ontwikkelen zoals we dat in 2018 hebben gedaan, maar ook een programma uit te voeren. En dat, de reden daarvoor is natuurlijk dat we een ambitie hebben om een complete circulaire bouwsector te hebben in 2050. En daarmee is het ook een van de pijlers, van de vijf pijlers van het Rijksbrede programma. En waarom de bouw? De bouw is, is een grote sector in de zin dat het verantwoordelijk is voor 50% van de grondstoffenverbruik. 40% van het energieverbruik, en daar zit dus ook de gebruiksfase bij, dus productiefase en gebruiksfase. 30% van het waterverbruik en 35% van de CO2-uitstoot. Dus als we deze sector goed
kunnen aanpakken en circulairder kunnen maken, dan levert het ook heel veel op. De doelstelling die we als transitieteam hebben en ook in de transitieagenda staat beschreven, is eigenlijk dat we in 2023 we noemen dat basiskamp gereed hebben om een circulaire economie te kunnen starten. Je moet een aantal randvoorwaarden hebben ingevuld om een circulaire economie te kunnen laten starten. Dat betekent dat je regelgeving moet hebben, dat je een meetmethode moet hebben, dat er kennis moet zijn en dat er de markt, de aanbiedende partijen en de vragende partijen op elkaar ingeregeld zijn. En als je dan kijkt naar wat er gebeurt in die sector, hoe het materiaalgebruik eruit ziet, dan kan je dat in verschillende manieren formuleren. Als je kijkt naar de hele sector, GWW, woningbouw, utiliteitsbouw samen, dan zie je dat GWW nou, bijna de helft, woningbouw, utiliteitsbouw, vrijwel de andere helft onder zich heeft. En als je puur kijkt naar het gewicht, dan is beton en asfalt de meest dominante grondstoffen die hier langskomen. En rechtsboven zie je dan, als je kijkt op volume, dan ziet het wereld natuurlijk er anders uit. En dan is isolatie gaat opeens een grotere rol spelen. Terwijl prijs, linksonder is hout en constructiestaal de duurste, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk waar we vooral naar kijken is die milieubelasting. Hoe groot is die milieubelasting van die verschillende materialen? En dan zie je eigenlijk als je kijkt naar MKI, de milieubelasting, of naar CO2, dan zijn dat vergelijkbare plaatjes. En dan is beton een hele dominante daarin, kunststof een hele dominante en isolatie. Dus wil je die bouwsector groener krijgen, dan zal je vooral met die grondstoffen iets moeten. Dat betekent niet dat ze weg moeten, maar je zou er veel circulairder mee om moeten gaan, zodat ze een veel langere tijd gebruikt kunnen worden. Om echt aan de slag te kunnen gaan met circulair, moet je ook wel scherp hebben waar heb je het nu precies over. Toen wij begonnen waren heel veel definities, heel veel systeemgrenzen gelegd, maar wij hanteren de definitie. De circulaire bouweconomie betekent bouwen, gebruiken, hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten op een wijze die economisch verantwoord is en die bijdraagt aan mens en dier hier en daar en nu en later. En de strategie die komt hoogstwaarschijnlijk later ook nog wel aan bod, maar wij hebben hem even vereenvoudigd in drie stappen. Als je links kijkt naar de nul situatie, dan zie je een paarse balk, dat is eigenlijk het bouwwerk en daar gaan grondstoffen in. Materialen gaan erin, rode, dus de minder milieuvriendelijke en de groene, de milieuvriendelijke materialen. Je hebt een ster, dat is dan eigenlijk het afval wat het oplevert nadat het gesloopt wordt. En hooguit wordt er nog een deel hergebruikt. En eigenlijk zou je in ieder geval in die gebruiksfase, dus die paarse balk, zo efficiënt mogelijk met je materialen willen omgaan. Dus minder materialen gebruiken of materialen dusdanig gebruiken dat het op meerdere plekken inzetbaar is. En als je kijkt naar de hernieuwbare inzet, dus eigenlijk wat komt er binnen, welke materialen worden gebruikt, dan zou je het liefst gebruik willen maken van materialen die vanuit hernieuwbare grondstoffen. Dus dat zijn materialen die zichzelf eigenlijk weer opnieuw aanvullen. Zodat de ster, de afvalfase, kleiner wordt en vriendelijker wordt. En natuurlijk het belangrijkste, en eigenlijk wordt hier het meeste aandacht altijd aan geschonken, is die hergebruik. Die hoogwaardig hergebruik. Liefst wil je natuurlijk alles wat er uit die sloop komt, zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken weer in dat gebouw. Maar dit is even kort door de bocht. Een soort van drie stappen. Het zijn niet, ze staan wel 1, 2, 3, maar ze hoeven niet volgtijdelijk te zijn. En het is ook afhankelijk van de opgave of de locatie waar je op uitkomt. Prioriteiten die het transitieteam heeft gegeven in het afgelopen jaar en ook in de komende tijd, is om te zorgen dat die vraagontwikkeling op gang wordt gebracht. Dus dat een opdrachtgever is die in staat is
om een circulaire vraag te stellen, om een aanbesteding te doen die circulair is. En dan moet je denken aan grote opdrachtgevers waar we ons op richten. De Rijksoverheid, de Rijkswaterstaat, RVB, ProRail, maar ook provincies, waterschappen. Daar onderhouden we contacten mee om te zorgen dat zij daar geëquipeerd zijn om dit soort vragen te kunnen uitzetten. Vervolgens zitten we ook aan die marktzijde, die aanbodzijde. Zorgen dat ze circulair bouwen integreren in hun projectvoorstellen, in hun offertes. Met ook de juiste materialen komen. En een derde, ook een hele belangrijke, is de ontwikkeling van een uniforme meetmethode voor circulariteit. Je ziet dat dat noodzakelijk is. Wil je in die hele keten weten waar je het over hebt? Hoe circulair is een product? 80% circulair, wat zegt dat? Nou, daar moet je een goede meetmethode voor hebben. Als je ziet wat de bewegingen zijn op dit gebied, dan zie je dat bij Binnenlandse Zaken vorig jaar een brief is uitgegaan waar is aangegeven om de MPG, de Milieuprestatie voor Gebouwen en Bouwwerken, dus ook voor infrastructuur. Maar er is een milieuprestatie eis, die geldt op dit moment alleen nog voor kantoren en woningen. En die wordt gesteld op 1, dus het liefst wil je lager scoren dan 1. En de bedoeling is, en daar wordt nu hard aan gewerkt, dat de indicatoren voor die MPG ook steeds circulairder worden. En dan moet je denken aan hergebruik en recycling. En het transitieteam gaat ook adviseren over welke circulaire aspecten er nog meer opgenomen zouden moeten worden in deze bepalingsmethode. Daarnaast komt er ook een scherpere eis. De bedoeling is dat de eis stapsgewijs scherper wordt. En dan te beginnen in 2021, dus dit jaar zal er een aanscherping plaatsvinden die lager is dan die 1. En vervolgens zal die in 2030 zelfs gehalveerd worden. En op deze manier kunnen ook partijen, hè, door dit te communiceren, kunnen ook partijen, marktpartijen zich langzamerhand voorbereiden op die aanscherpingen. En vervolgens zal er ook gewerkt worden aan de verbreding van de reikwijdte. Wat ik al zei, kantoren en woningen zijn nu de gebruiksfuncties waar de eis zich op richt. Maar dat zal uitgebreid worden naar onderwijs, zorg, winkels, sport, horeca, bedrijfshallen. En dan niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor verbouw en transformatie. Maar we zien dat die markt al heel uitgebreid aan de slag is. Tijdelijke rechtbank, stadszuinige overtoom, circulaire viaduct. Nou, ik heb hier maar een paar en ik weet zeker dat er veel meer zijn. En dit is maar even een greep. En ik zie dat er al veel meer zijn die veel actueler zijn. Maar dit is even een beeld wat er al leeft in de markt of wat er al gedaan wordt in de markt. Het transitieteam is natuurlijk hard bezig, wordt ondersteund daarbij door een transitiebureau en verzamelt die kennis via de website Circulaire Bouweconomie. En we hebben dan, daar is informatie te vinden over de transitieagenda, het uitvoeringsprogramma, maar nieuws, interviews zijn er te vinden. Alle rapporten die wij uitvoeren of hebben laten ontwikkelen, zijn daar op te vinden. Maar ook overzichten van alle circulaire projecten die we kennen in Nederland. Zowel in de UBouw woningbouw als de GBW. En ik heb hier ook staan online catalogus circulaire producten en diensten. Die hebben wij sinds kort ook online. En dit is even het laatste beeld. Het transitieteam, een deel van het transitieteam. Inmiddels zijn er alweer meer mensen bijgekomen. Enkeling afgevallen. Achtergrondartikelen, interviews. Maar ook alle rapporten die we beschikbaar hebben, zijn daar te vinden. Even een overzicht van het afgelopen jaar. En ja, één ding wou ik er even uitlichten, of twee dingen wou ik uitlichten. Dit is de eerste. De circulaire bouwcatalogus die online staan. We hadden eind 2019 is er een inspiratiegids uitgekomen, een boekwerkje met allerlei circulaire producten en diensten erin. En die was heel populair, werd heel vaak opgevraagd en er kwam ook steeds meer input binnen. Leveranciers die in die gids wilden komen te staan. En vandaar dat we hem online hebben gezet. Op die website is te zoeken naar allerlei producten, servicecontracten, zowel UBouw als woningbouw als de GBW-sector.
Mensen kunnen daar zelf ook nog producten aanleveren. En ja, het blijkt ook heel populair te zijn. Het enige nadeel is wel, we hebben het hier over producten en diensten. En eigenlijk, als je werkt met die R-strategie, zou je eigenlijk al de eerste stappen moeten nemen. Hè. Moet je sowieso opbouwen of kan je niet op een andere manier bouwen? En terwijl deze catalogus zich meer richt op die laatste fase van welke materialen ga je gebruiken. Dus vandaar dat we ook hebben gekozen om een zogenaamde strategieën of een gids uit te geven, een boekwerk over circulaire gebouwen, strategieën en praktijkvoorbeelden, waarbij eigenlijk een verband wordt gelegd tussen die R-strategieën en wat dat dan betekent in de praktijk. Een overzicht met businessmodellen, met praktijkvoorbeelden, interviews en een visie die je kan hebben tot 2055. Ik denk dat dit een mooie basis is als je aan de slag wil gaan met circulair bouwen. Vooral vanaf die voorfase tot aan de keuze van materialen die je gaat maken. Ja, op deze manier wil ik eigenlijk een beetje een zicht geven over wat we als transitieteam doen met de uitvoering van de transitieagenda. Wat we als ondersteunend bureau, het transitiebureau, allemaal gedaan hebben in de afgelopen tijd. En we zijn nog zwaar aan de slag. 2023 hebben wij eigenlijk als doel gesteld dat alle randvoorwaarden ingevuld zijn voor die circulaire bouweconomie. En dan zou die moeten gaan draaien en kan die ook opschalen. Ik denk dat ik het hier even bij laat. Ik weet niet of er nog vragen zijn over wat hier allemaal langs is gekomen. Ik zal even mijn presentatie uitzetten. En ook weet ik even niet hoe ik hem moet uitzetten. Is hij nu weer uit? Het balkje in Teams, daar kan je hem stoppen. Naast de microfoon, zeg maar. Ja. Oké. Er is één vraag binnengekomen in de chat. Wat is de verwachting van de aanscherping van MPG dit jaar? Die is nog niet gepubliceerd, maar even tussen ons. Er zal een aanscherping komen naar 0,8. Dus dat is weer een stukje lager. Dat betekent, dat is nog niet erg scherp, maar het is wel in ieder geval een goede start in de goede richting. En daarmee geef je wel de markt de ruimte om steeds circulairder, steeds milieuvriendelijker te kunnen gaan bouwen. Zijn er nog andere vragen naar aanleiding van het goede verhaal van Hans? Ik had nog wel één vraag. Wat zijn nou de echt belangrijke punten waar ik me als ondernemer, circulair ondernemer, komende jaren mee bezig moet houden? Wat gaat er aankomen en waar moet ik mij op voor sorteren? Als je daar één of twee uit zou moeten lichten. Ja, ik ben zelf geen ondernemer, dus ik zie wel een andere ondernemer in beeld. Die kan het vast beter beantwoorden. Maar kijk, wat ik net al zei, ik denk dat ondernemers moeten weten dat die regelgeving aangescherpt gaat worden. En dat gaat een belangrijke rol spelen. Hij is nog niet perfect, maar hij zal geperfectioneerd worden. En ik vergelijk het vaak met de energietransitie, zoals we dat in de afgelopen 20 jaar hebben gezien. Dat begon ook met de norm en die werd steeds scherper en scherper. En dat zorgde ervoor dat leveranciers daarop in gingen werken, dat architecten daar rekening mee gingen houden. Dat opdrachtgevers daarop voortsorteerden. Dus dat is wel een hele belangrijke, denk ik, om daar op te letten. En ja, als je slim ondernemer bent, dan ga je daar gewoon nu al op vooruit werken. Zodat je eigenlijk een voorsprong hebt op je concurrenten. Ik zie nog één, dankjewel. Ik zie nog één extra vraag, of nog een paar vragen. Komt Stabi ook met een circulair hoofdstuk? Ik weet wel dat ze daarover aan nadenken zijn. Ik weet dat wij als transitieteam zijn er niet direct bij betrokken. Maar ik had laatst gesproken met partijen die rond bouwcirculair bezig zijn. Die maken zogenaamde moederbestekken. En die zijn ook in gesprek met Stabu daarover. Dus er zijn wel bewegingen. Maar hoe groot kan ik nog niet beoordelen. Maar het zou wel mooi zijn als daar wat ontwikkelingen zijn. omdat je al van tevoren kan nadenken over zoiets als losmaakbaarheid. Hè, door te kijken van hoe kan ik het gebouw ook weer uit elkaar halen. En dat soort eisen kan je natuurlijk al stellen in je voorbeeld bestekken. Ja.
En nog een laatste vraag. Zijn er naast gesprekken met opdrachtgevers nog andere voorbeelden van acties die jullie ondernemen om marktpartijen op elkaar af te stemmen in het creëren van randvoorwaarden voor 2023? Ja, eigenlijk we hebben het over opdrachtgevers. Die vormen natuurlijk een belangrijke rol. Als er geen opdracht is, dan kan je natuurlijk niet circulair bouwen. Aan de andere kant hebben we ook gesprekken met leveranciers. De NVTB, de bouwmaterialenleveranciers, die zitten ook in het transitieteam. Die denken mee. Die hebben meegedacht aan die circulaire bouwcatalogus. Dus op die manier vormen die ook die gesprekken. Daarnaast ondersteunen we ook de zogenaamde buyers groups. Dat zijn groepen van opdrachtgevers die op verschillende onderwerpen een circulaire uitvraag doen. En dat doen ze in samenwerking met leveranciers. Dus ook in de praktijk vindt dat plaats. Ja, mooi. Dat waren de vragen, denk ik, voor nu, Suzanne, toch? Tenminste, dat is wat ik kan zien. Ik heb gezien wel. Ja, dan gaan we, dankjewel in ieder geval Hans voor deze toelichting. Ja, ik denk weer waardevol om te zien waar we staan eigenlijk. Waar we staan met de transitieagenda en waar we naartoe moeten. Dan even back to the school board, zeg maar. En dat bedoel ik schertsend, want we hebben het in dit webinar onder andere over circulaire ontwerpprincipes. De concepten die erachter zitten. Waar hou je rekening mee als ondernemer? En nu ga ik even aan de slag met het weer delen van mijn scherm. En dan kom ik zo uit bij waar ik heen moet. Ah. Ja, waarom hebben we het eigenlijk hier over circulaire ontwerpprincipes? Zoals Hans al aangaf, is er in platform CB23 wordt er ook naar gekeken. Naar wat zijn nou de principes eigenlijk waar je aan moet houden? En het gaat eigenlijk in principe om een gedragsverandering. En gedragsverandering kunnen we begeleiden met stappenplannen en dergelijke. Maar het gaat erom dat we het tussen onze oren krijgen. En dat we het vanzelf gaan toepassen. Dat alles wat wij doen circulairder wordt. En dan kan een stappenplan wel helpen. En er zijn er inmiddels wat meer uitgedokterd. En ze hebben ook een relatie tot elkaar. Het zijn niet allemaal unieke stappenplannen en concepten. Het betekent eigenlijk wel meer. Want als je altijd circulair denkt en doet, dan is de uitkomst circulairder. En daar bedoel ik mee dat zelfs in een bepaalde situatie het zou kunnen zijn dat je een circulair stappenplan doorloopt en een circulair gedachtegoed toepast, dat de uitkomst hetzelfde zou kunnen zijn als wat we nu soms zien, vanuit standaard denken, lineair denken, doordat er omstandigheden zijn zoals budget, tijd, geld en et cetera. Maar het idee is wel dat je elke keer weer langzaamaan, stap voor stap, nadenkt over de circulariteit van het geheel. En het gaat dus eigenlijk over anders nadenken en breed denken, omdenken en afdenken. En hoe dat in elkaar zit, zal ik iets meer toelichting op geven. De R-ladder, daar had Hans het ook al over. De 10 R'en van Kramer. Als je die eigenlijk vertaalt naar het Nederlands, zijn het 3 R'en, 3 H's, 3 V's en 1 S-ladder. En dat komt er eigenlijk om neer dat we willen proberen te voorkomen dat we primair materiaal nodig hebben. En dat we uiteindelijk zo hoog mogelijk in die ladder terecht willen komen vanuit circulair denken. En Rijkswaterstaat heeft een aantal jaar geleden gekeken naar hoe je dat kunt vertalen naar ontwerpprincipes. Waarbij preventie, waardebehoud en waardecreatie een hele belangrijke rol spelen. En waar Hans net ook al aangaf dat de catalogus een inzicht geeft in wat er allemaal is en welke materialen gebruikt worden, is de eerste vraag die je zou moeten stellen: kan ik het gewoon niet doen? Kan ik het laten? En is het echt nodig? En vervolgens dan, als je dan een afweging hebt gemaakt dat je aan de slag gaat, dat je dan ook kijkt naar de levensduurverlenging. Dus hoe kan ik het zo lang mogelijk laten bestaan, of in ieder geval de functionaliteit, de functionele levensduur, zo goed mogelijk organiseren. En dan, als je daarmee bezig bent, ook gebruik maken van de duurzame bestaande objecten, materialen en grondstoffen. Dus niet alleen maar naar vooruit kijken, maar ook achteruit kijken. En als je dan aan de slag gaat met bijvoorbeeld iets nieuws, dat je dan ook zorgt dat je aan waardecreatie richting de toekomst werkt. Dus ontwerpen voor meerdere leefcycli, ontwerpen voor toekomsttendigheid. Er komen ook zaken om de hoek kijken als klimaatadaptief.
denken. Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud, zodat de levensduur of de functionaliteit zo goed mogelijk wordt onderhouden tijdens het in gebruik zijn van het bouwwerk. Het gebruiken van duurzaam materiaalgebruik en zo minimaal grondstof- en energieverbruik, dat hoort er ook bij. Dit zijn principes die je stap voor stap zou kunnen toepassen op een moment dat er ergens een uitdaging is, als je over een bouwwerk gaat nadenken. Daaronder zitten een aantal aanvullende kaders. Dus hoe ga je nou om met materiaalgebruik? Welke stappen loop je daardoor? Dus is eerst eens inzet van oude materialen nodig? Is het überhaupt nodig om na te denken over iets nieuws? Hebben we niet al iets liggen? En zo ja, als dan, of zo nee, als er dan primair materiaal nodig is, kunnen we dan hernieuwbaar materiaal gebruiken. Biobased materialen bijvoorbeeld. Wat is dan de restwaarde? Hoe kunnen we het zo modulair mogelijk en herbruikbaar maken, demontabel, zodat er in ieder geval een lange toekomst aan vast zit. Een lange levensduur, ook technisch en functioneel, dat die ook op elkaar afgestemd zijn. Als voorbeeld zeg maar, zien we ook wel eens dat er nog steeds op dit moment een brug wordt gedimensioneerd op 100 tot 150 jaar, terwijl de functionele duur wellicht anders in elkaar zit als je daar over nadenkt hoe onze verkeersmodellen ontwikkelen. En als je naar gebouwen kijkt, dan kun je misschien anders naar kijken, want misschien kun je, daar komen we later op de structuur kun je heel lang laten staan, maar andere onderdelen van het gebouw, die hebben misschien wel veel minder lange levensduur nodig. Die hoeven niet geoverdimensioneerd te worden. En uiteindelijk kom je dan een volgende stap in de levenscyclus terecht, waarbij je slim moet beheren en onderhouden. Er komt ook bijvoorbeeld een stukje technologie bij kijken, in het in de gaten houden van de kwaliteit van materialen. En uiteindelijk ook het vastleggen, dus in het vierde gedeelte, het vastleggen van waar materialen opgeslagen zijn, zodat we kunnen kijken naar een bouwwerk als een tijdelijke opslag van materialen. En daar komen de paspoorten bij kijken bijvoorbeeld. Om zo optimaal mogelijk met materiaalgebruik om te gaan. En zoals ik al net aangaf, het gaat onder andere ook om die levenscyclus. Dus vooruitkijken, achteruitkijken en zorgen dat je in het bouwwerk zelf rekening houdt met alle stappen. Zodat je ergens op een bepaald moment in beheer en onderhoud bijvoorbeeld ook materialen eruit zou kunnen halen. Los eruit zou kunnen halen zonder dat je de helft van een bouwwerk moet slopen. Dat je nadenkt bij het initiatief al nadenkt over hoe het gerealiseerd moet worden. En dus elke keer verder in de cirkel. Want in het begin van die cirkel, daar kun je bij een cirkel bijna niet eens meer over spreken bij een begin. Maar bij aanvang van veel projecten, dan daar vindt de grootste invloed op de impact plaats. Dus als je iets gaat maken, verzinnen, ontwerpen, daar heb je de grootste impact van wat er uiteindelijk daarna plaatsvindt. Nou, zo'n voorbeelden, en deze zal Hans wel herkennen, waarbij een aantal van deze concepten zijn toegepast, zoals in Alliander en Duiven, waarbij heel veel gekeken is naar wat is er nu al in het oude gebouw en wat kunnen we hergebruiken? Hoe gaan we die hergebruikstromen in kaart brengen en organiseren, zodat er uiteindelijk 80% is kunnen hergebruikt worden. Ze zijn op, ook naar een andere contractvorm gaan kijken. En ook naar de breedte, zeg maar, vanuit circulariteit, naar hoe groen een centrale plek heeft. En daarnaast ook niet naar, tussen aanhalingstekens, alleen materiaal, maar ook energie komt erbij kijken. Een ander voorbeeld is van Emerges in Kloetingen, waarbij alle materialen echt heel erg vastgelegd zijn in materiaalpaspoort, zodat je echt dat kunt zien als een tijdelijke opslag van materialen. En daar was een uitgangspunt dat ze het ontwerp lieten leiden, of volgen aan welke materialen er waren. Dus opportunity driven design, met zoveel woorden. Dus kijken welke materialen er al zijn en geen nieuwe materialen nodig hebben. Maar ook een uitdaging dat bijvoorbeeld in product as a service, kan niet altijd, dat geldt niet altijd, niet toepasbaar voor aard- en nagelvaste gebouwonderdelen. Dus er zitten ook nog wel een aantal uitdagingen waar we tegenaan lopen vanuit die principes en gedachtes. En deze zullen we straks ook nog verder terug zien komen, dit principe, of dit concept eigenlijk. Dat gaat over dat je een bouwwerk zou kunnen zien. Menno Rubbens, ik ben directeur van CPZ Project, ook lid van het transitieteam waar Hans net mooie toelichting op gegeven heeft. En ik ga wat vertellen over wat wij bij CPZ zoal doen op het gebied van circulair bouwen. Aan de hand van een aantal voorbeelden en wat praktijkvoorbeelden, liefst zo concreet mogelijk. Bij CPZ zijn we meer dan alleen een ontwerpbureau, wij ontwikkelen ook zelf, dus wij nemen initiatieven voor projecten.
En we voeren ze ook zelf uit. Dat is natuurlijk op zich wel makkelijk op het moment dat je wil innoveren. Dan hoef je alleen maar mensen binnen je eigen organisatie te overtuigen. En daardoor dat wij toch bij een aantal projecten gezien hebben dat het wat makkelijker lukt dan in andere projecten waarbij we in grotere teams werken met heel veel andere partijen. Dan duurt het wat langer voordat je allemaal gelijkgestemd bent. De definitie van circulariteit, zoals Hans hem net al heeft voorgelezen, vatten wij eigenlijk ook nog onder de algemene definitie van duurzaamheid. Waar wij, en dat is eigenlijk een beetje een uitgangspunt voor al onze projecten die we ontwikkelen en bouwen en ontwerpen. En die komt eigenlijk dicht bij de definitie die de Verenigde Naties heeft opgesteld in 1987. En die komt er eigenlijk om neer dat je je verantwoordelijkheid moet nemen door wel de behoeften van de huidige generaties in de behoeften te voorzien. Maar zorg dat je daarmee niet toekomstige generaties met een last opzadelt. Dat hun behoeften niet in het gedrang komen. Dat is eigenlijk een hele basale definitie van duurzaamheid, van duurzame ontwikkeling. En waar wat ons betreft je als architect, ontwikkelaar en bouwer een soort verplicht hebt om daar continu mee bezig te zijn. En vandaar dat we daar dat ook proberen te implementeren in onze projecten. En wat zie je dan in de gangbare bouwpraktijk? Je ziet toch gewoon nog heel veel gebouwen gemaakt worden die op zich best in ieder geval in die eerste behoefte voldoen. Maar die verder heel weinig zijn voorbereid op veranderingen in de maatschappij of in de techniek. Een goed voorbeeld daarvan is dit soort tunnelbekistingen, die op zich natuurlijk financieel en logistiek briljante uitvindingen zijn. Maar op het moment dat het beton droog is, dan doe je er niet zoveel meer mee. En dit zijn gewoon constructies die heel ingewikkeld zijn om nog aan te passen. En je ziet dus ook dat dit soort gebouwen eigenlijk alleen maar gesloopt kunnen worden nadat ze niet meer voldoen. En een hele beperkte restwaarde hebben, behalve dan misschien nog van het granulaat wat eruit komt. En dan zie je natuurlijk op andere gebieden circulaire projecten ontstaan die heel erg inzetten op recycling. Je hebt net het R-lijstje, dat komt straks ook nog wel even naar voren, gezien waarbij recycling eigenlijk vrijwel helemaal onderaan staat. Maar toch zie je ondanks dat heel veel projecten die onder het mond van circulariteit zich vooral bezighouden met recycling. Nou, ik wil niet zeggen dat je dat niet moet doen, maar wij willen graag wat hoger mikken op die R-ladder. En waar halen wij onze inspiratie vandaan? Rechts zie je het boek Products That Last, waarbij een aantal businessmodellen met name uit productontwerp worden uiteengezet. In de productontwerp zijn ze eigenlijk al veel verder met het nadenken over materialen, over reparatie, over nabestellen van onderdelen, over garanties. Nou, daar kunnen we denk ik in de bouw enorm veel van leren door gebouwen ook meer als product te zien. En links zie je het boek van Stuart Brand, waar ook al die beroemde grafiekjes die in elke circulaire lezing voorbij ziet komen, uiteengezet worden. Kan ik echt iedereen aanraden. Het mooie van het boek is dat het vooral ingaat over hoe gebouwen ouder worden, hoe gebouwen de tand des tijds weerstaan, of daar juist mooier van worden of minder mooi. Dus wat gebeurt er met gebouwen nadat ze gebouwd zijn? Dat heeft ook te maken met het feit dat eigenlijk alle gebouwen, zoals Stuart Brand ook zegt, een voorspelling zijn. Je bent altijd bezig met iets wat op zijn vroegst over 2 jaar in gebruik genomen wordt. En wat vervolgens dan een onzekere toekomst tegemoet gaat. Dus alle gebouwen noemt hij een voorspelling. En zoals we natuurlijk wel eens langzamerhand weten, is het heel moeilijk om iets juist te voorspellen. Dus hij zegt ook, alle voorspellingen zijn verkeerd. Maar hoe kan je dan zorgen dat je gebouwen daar in ieder geval niet het slachtoffer van worden? Hoe kan je je gebouwen voorbereiden op die onzekere toekomst? Hoe kan je zorgen dat, ondanks het feit dat het een voorspelling is, je daar toch de verschillende opties van verandering openhoudt? Nou, een leuk voorbeeld van dat soort veranderingen zien we natuurlijk nu met de COVID-problematiek. Dit is bijvoorbeeld een grafiekje waarin KPN het internetverkeer heeft uitgezet. In de groen zie je het COVID-internetverkeer en het zwarte lijntje is het standaard. Dezelfde dag, 23 november, een normale dag en een COVID-dag. En wat je ziet is dat elk half uur er een piekje ontstaat, omdat elk half uur er iemand een Teams of een Zoom-meeting start. Waarbij je dus nieuwe patronen ziet ontstaan door een soort nieuwe werkelijkheid, waar je dus je netwerk op moet kunnen aanpassen. En dit soort aspecten spelen ook in de gebouwde omgeving een rol. Het grafiekje wat net ook al even langskwam is de sharing layers van Stuart Brand, waarin die eigenlijk per laag zegt dat je een soort strategie voor de levensduur daarvan moet
moet bepalen als ontwerper of als bouwer. Dat betekent dat je voor de locatie en voor je hoofddraagstructuur iets anders moet nadenken dan voor de koffiekopjes die je wil gaan gebruiken erin. Of de installaties of je gevelsysteem. Dus probeer elk onderdeel van je gebouw na te denken over wat is de levensduur ervan, hoe kan ik het verlengen, hoe kan ik het eventueel repareren, vervangen of aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. En dat is eigenlijk een beetje een rode draad door al onze projecten die we doen. De R-ladder, hier nog even op zijn Engels met de echte R'en allemaal, waarbij we zien met name die drang om naar die bovenste R'en te gaan. Die moet echt aangewakkerd worden. Dat recyclen en dat repurpose, remanufacture, dat gebeurt allemaal. Nou, misschien nog niet genoeg, maar gebeurt in ieder geval wel. Het krijgt heel veel aandacht. Maar probeer nou eens inderdaad veel efficiënter om te gaan met je resources. Of dat nou energie of materiaal is, dat maakt dan even niet zoveel uit. Maar probeer ook dingen te hergebruiken. Probeer ook niet te bouwen als het moet, of nog niet te bouwen. Maar bereid je gebouw eventueel voor op een uitbreiding, in plaats van dat je die uitbreiding al meteen realiseert. En uiteindelijk wat wij zien is dat je daarmee, als je gebouwen meer als een product gaat zien, dan kan je ook veel makkelijker inspelen op die hoogste R-prioriteiten. Dat betekent dat je gebouw in principe wel heel robuust moet zijn, zodat het heel lang mee kan gaan. Maar uiteindelijk moet het ook zich kunnen aanpassen aan de verschillende veranderende omstandigheden. Dus het moet een hoog adaptief vermogen hebben. En hoe bereik je dat? Is door een gebouw zo te maken dat het eventueel uit elkaar te halen is. Het hoeft niet uit elkaar. Het moet robuust genoeg zijn dat het in elkaar kan blijven en honderden jaren kan blijven staan. Maar als het eenmaal geen functie meer heeft, dan wil je het eenvoudig uit elkaar kunnen halen. En last but not least, wat natuurlijk in de productindustrie wel heel evident is, niemand kijkt er raar van op dat je een stofzuiger van de ene kamer naar de andere kamer kan verslepen. Dat niet elke kamer zijn eigen stofzuiger heeft. Maar gebouwen is dat gewoon nog is dat nog gewoon geen nuance om gebouwen te maken die echt op een slimme manier te verplaatsen zijn, te hergebruiken zijn, ofwel in zijn geheel ofwel in onderdelen. En dat zijn eigenlijk de vier punten waar je eigenlijk veel meer op in zou moeten zetten. In de permanente gebouwde omgeving zie je dat het heel erg wordt ingezet op die robuustheid en vaak ook wel op verandering, interne flexibele plattegronden. Daar zijn we best ver mee, ook in de permanente gebouwen. Tijdelijke gebouwen zetten natuurlijk heel erg in op verplaatsbaarheid en eventueel demontabiliteit. We zijn vaak weer veel minder robuust en veel minder aanpasbaar door de kleine overspanningen die er vaak bij komen kijken. En waar wij naar streven is eigenlijk op al die vier gebieden proberen om hoger te scoren. Zoals ik net uitleg. En dat kan wat ons betreft met een gebouw als een product dat in elkaar gezet is als een kit of part, zoals we dat noemen. En daar wil ik eigenlijk een paar voorbeelden van laten zien. Ik wil drie voorbeeldprojecten laten zien hier. Links zie je de tijdelijke rechtbank, die ook al net al even voorbij kwam. In het midden is een bedrijfsgebouw voor Old Delft Ultrasound, wat we realiseren, waar ook een aantal circulaire principes in toegepast worden. En rechts is bouwdeel demontabel, wat wij een uitbreiding van ons eigen kantoor hier in Delft, wat volledig demontabel, maar wel permanent neergezet is. Ik wil daarbij even heel concreet inzoomen op het aspect van de vloersystemen die we daarvoor ontwikkeld hebben. Je ziet links het vloersysteem wat we voor de tijdelijke rechtbank hebben ontwikkeld. Een kanaalplaat die echt demontabel is en op een nieuwe locatie weer remontabel is, omdat het gebouw een tijdelijke functie heeft. In het midden zie je ook een demontabele kanaalplaat, maar meer gebaseerd op het end of life van het gebouw, zodat het beton en het staal op een goede manier van elkaar te scheiden is, zonder dat het elkaar slijt, maar iets minder remontabel, maar wel heel goed demontabel. En rechts het meest productachtige systeem, maar waarbij we een hybride constructie hebben van een stalen overdraagstructuur en een houten vloer elementen die echt met een bouwtemoerverbinding aan elkaar gezet worden en dus ook weer volledig droog gemonteerd weer uit elkaar te halen zijn. Allereerst de rechtbank. De opgave was bouwen een rechtbank die er 6 jaar moet staan en dan vervolgens weer weg moet. In de tijd dat er de functie van de permanente rechtbank overgenomen wordt. Dus totdat de permanente rechtbank gerealiseerd is. En daarbij was de hoofdvraag: voorkom daarbij verspilling en maak het ook nog eens financieel aantrekkelijk voor de opdrachtgever om jou te kiezen. We hebben daar een businessmodel voor ontwikkeld dat wij het gebouw dus niet ingezet hebben op tijdelijkheid. We hebben eigenlijk een permanent gebouw gemaakt wat een tijdelijke rechtbank is, maar wat wel heel eenvoudig, relatief eenvoudig,
uit elkaar te halen is, te demonteren is en weer ergens anders in elkaar te zetten is met een andere functie. Dus we hebben heel erg ingezet op die remontabiliteit en de vrijheid in functie. Dus grote overspanningen, grote verdiepingshoogtes, waardoor we waardebehoud konden garanderen voor onszelf, waardoor we uiteindelijk een grote korting konden geven aan de rechtbank, waardoor we ook nog eens financieel het meest interessante bod hadden. Niet alleen qua uitstraling en qua materialisering, maar ook financieel was het meest aantrekkelijk. Maar een van de onderdelen daarvan is de demontabele kanaalplaats, die we hier voor het eerst hebben toegepast. Daar liepen we tegen nogal wat drempels uit de traditionele bouw aan, omdat er geen enkele kanaalplaatleverancier was die ons daarbij wou helpen. Dus hebben we het eigenlijk uiteindelijk maar helemaal zelf verzonnen. Hebben we de kanaalplaten op een traditionele manier laten aanvoeren en ter plekke op de bouw het demontabele detail gemaakt. Dat zijn natuurlijk zaken die je liever gecontroleerd in de fabriek wil doen. Maar goed, er was op dat moment geen leverancier die daarin mee wou denken. Dus hebben we dat op deze manier echt letterlijk zelf gedaan met behulp van de constructeur. Door een aantal elementen toe te voegen aan de kanaalplaat. Waarbij de kanaalplaat letterlijk met twee schroeven, twee bouten los te halen is. Als straks het gebouw weer gedemonteerd gaat worden. En we gaan binnenkort het gebouw demonteren. Dat gaat in ieder geval dit jaar gebeuren. En we zijn nu druk bezig met de voorbereiding van het hele demontageplan. Het ontwerp is eigenlijk heel erg eenvoudig. Het basisprincipe daarvan is dat je je materialen die normaliter betonvloeren en staalconstructies eigenlijk één geheel worden gemaakt door de beton overheen te storten, hebben we dat juist losgekoppeld. Dus we hebben een mechanische verbinding gemaakt die zowel de kracht overbrengt en die eigenlijk... En op deze manier zijn eigenlijk de kanaalplaten oorspronkelijk ook bedacht om in ieder geval als een ligger op te leggen. Maar door de bouw en door het gemakzucht in de bouw is dat op een gegeven moment allemaal aan elkaar gekoekt door er een hoop beton overheen te blubberen. Waardoor het allemaal wel heel makkelijk werd om het lekker stevig te maken. Maar daarmee gooi je eigenlijk kind met badwater weg, want daarmee kan je dus die constructie nooit meer uit elkaar halen. En dat is een van de basisprincipes die we hier hebben toegepast bij de tijdelijke rechtbank. En dan krijg je dus inderdaad letterlijk de montage van je kanaalplaten met een boortol. Die natuurlijk wel redelijk uniek is en daarna ook nog niet meer toegepast. Een voortzetting op dat principe hebben wij ontworpen voor All Delft Ultrasound. Een bedrijfsgebouw in Delft voor een hoogtechnologisch bedrijf op het gebied van ultrasone medische apparatuur. Wat we hier gedaan hebben is ook sowieso de hele staalconstructie en betonconstructie als een kit of parts, als een bouwpakket ontworpen. Allemaal droge knopen die in verschillende losse onderdelen aangevoerd worden en alleen maar geassembleerd worden op de bouw. Dat is een van de basisprincipes daarvan. Heel goed nagedacht in het voortraject van hoe gaan we die knopen zo ontwerpen dat ze er wel mooi uitzien, maar ook wel weer netjes of mooi goed uit elkaar te halen zijn. Het is op zich niet lastig om iets uit elkaar te halen, te ontwerpen, maar om het dan ook nog een beetje mooi en niet als een soort veredeld bouwpakket uit te laten zien. Dat vergt toch best wel wat energie. Wat we hier gedaan hebben is eigenlijk een vergelijkbare oplossing voor de kanaalplaten bedacht, waarbij we de kanaalplaten semi-permanent hebben verbonden, maar gezorgd hebben dat we de wapening waarmee de kanaalplaat verbonden is met de staalconstructie door middel van een instorten van een stuk isolatiemateriaal op een relatief eenvoudige manier door te knippen zijn, waardoor wel de hele kanaalplaat los te halen is van de staalstructuur. Dus hiermee, dit is vooral gebaseerd op het moment dat dit gebouw ooit gesloopt gaat worden, om te zorgen dat je dan niet een vermenging hebt van materialen, maar dat je je losse materialen, je losse gebouwdelen in ieder geval op een hele goede manier kan hergebruiken of kan, of eventueel als het moet, kan recyclen als last resort. Het laatste project wat ik wil laten zien is het bouwdeel demontabel, wat wij voor onszelf gebouwd hebben in Delft. Een hybride constructie, wat ik net al zeg, een hele lichte staalconstructie op daardoor ook een hele lichte fundering. Dat betekent dus ook dat je daarmee al heel veel materiaalgebruik bespaart. Hè. Dat zit dus heel erg in die reduce R die helemaal bovenaan staat. Hier zijn we ook gegaan voor een heel licht vloersysteem van hout, waardoor we eigenlijk een nog lichtere hoofddraagconstructie en fundering konden toepassen. En daarmee nog minder materiaalgebruik hebben gehad.
Dit gebouw is echt een kit of parts, een bouwpakket in elkaar gezet. Waar je ook nog heel veel materiaal gereduceerd is in de vliesgevel die direct op de staalconstructie is gemonteerd. Dat is heel ongebruikelijk, want normaliter laat je een staalboer een staalconstructie neerzetten en komt er vervolgens een soort medium tussen je vliesgevel en je staalstructuur, omdat je staalstructuur een hele andere toleranties en maatvoering heeft dan je gevel. Wij hebben hier dit zodanig uitgeëngineerd dat samen met de leverancier van het staal, dat het staal gewoon heel erg nauwkeurig geplaatst werd, waardoor we direct het staal of direct het glas op het staal hebben kunnen monteren, waardoor je weer een hele aluminium vliesgevelsysteem uitspaart. Groot voordeel daarvan is dat het ook het hele gebouw in een aantal maanden is gebouwd. Het hoogste punt was na 2 weken al bereikt. En dat levert dus ook zeker op binnenstedelijke locaties enorm veel besparing op vervoersbewegingen, op afval, op herrie op. Waardoor dat zijn allemaal soort derde orde effecten van een circulair gebouw die het heel aantrekkelijk maakt voor de omgeving om op die manier het gebouw in elkaar te zetten. Een detail van van de droge verbinding, waarbij ook zelfs de geluidsisolatie en de massa die je toch een beetje wil toevoegen om de geluidsisolatie goed te krijgen, ook allemaal remontabel is, droog. Dus hier zit geen lagen opgestort. Maar allemaal met systemen die je weer echt met een schep of met een schroevendraaier weer uit elkaar kan halen. En je ziet ook dat het type bouwvakker, type montage, mensen die gebouwen monteren, dat is ander slag mensen. Dat zijn veel meer monteurs dan dat het bouwvakkers zijn. We zien daarin dat ook de ambachten in de bouw zich evolueren richting veel meer assemblagetechnieken. Slimme assemblagetechnieken en slimme productietechnieken in de fabriek. Waarmee je echt win-win situaties creëert van gebouwen die veiliger, sneller, schoner en beter demontabel en remontabel in elkaar gezet worden. Dit is nog een shot vlak voor de oplevering. En daarmee wil ik afsluiten. Ik weet niet of er nog vragen zijn over deze projecten. Ja, zijn er nog vragen? En zo ja, die graag even in de chat kwijt. Ik zie vooralsnog geen vragen, toch Susan? Nee, klopt. Ik had zelf wel nog een vraag. Dit is misschien wel deze mooie ontwerpen waar ik als corona voorbij is weer bijna elke dag voorbij fiets, het tijdelijke rechtgebouw. Ik zat me af te vragen, dat is nu. Jullie zijn ergens gestart zeg maar, met het doordenken van wat is nou circulariteit, het toepassen van die principes. En wat heeft dat eigenlijk veranderd voor jullie, afgezien van de uitkomst? We kwamen eigenlijk meer tot de conclusie dat de gebouwen die we eigenlijk altijd al ontwierpen, al een soort intrinsieke circulariteit in zich hebben. Omdat wij eigenlijk in ons 40, 45 jaar bestaan, eigenlijk altijd al een beetje meer richting de productontwerp zaten dan richting de traditionele architectuur. Traditionele bouwmethodiek, laat het zo zeggen. Dus wij kwamen de eerste keer dat we dat echt heel duidelijk zagen was rond de eeuwwisseling. Toen het grote programma rond industrieel flexibel en demontabel bouwen werd opgezet. Waarbij wij gewoon een aantal projecten hadden die daar naadloos in pasten. En nu zie je ook weer in het nadenken over circulariteit, het nadenken over levensduurverlenging, over adaptief vermogen, over weinig materiaalgebruik, minder materiaalgebruik. Dat zo'n benadering, zo'n ontwerpgestuurde benadering, waarbij je streeft naar efficiëntie, zowel op materiaalgebied als op ruimtegebruik, hè, met dus zorg dat je bruto-netto verhouding van je gebouwen gewoon heel voordelig zijn, waardoor je financieel ook weer meer ruimte krijgt, waardoor je weer minder materiaal hoeft te gebruiken en eventueel meer budget hebt. Dat zijn allemaal zaken die elkaar versterken en die gewoon ver afstaan van de traditionele bouwmethodieken. En dat is denk ik nog de belangrijkste stap die gemaakt moet worden. Is veel meer het denken in het gebouw als een product. Dan dat het een soort middeleeuws kasteel is. Wat je met een hoop modder en water en zand en cement ter plekke in elkaar moet zetten. Ja, ik zie nog een vraag. Werkt CPZ alleen op de Nederlandse markt en TaylorMade? Of is er ook mogelijk in bijvoorbeeld het buitenland? Nee, wij werken ook relatief veel in het buitenland. Over het geheel 80% van de gebouwen in Nederland staan.
Dus we hebben vrij veel in België gebouwd, in Duitsland, Oostenrijk, wat in Italië en Spanje, maar dat zijn dat is nog niet heel veel. Het kan in principe overal, zeker Duitsland vindt deze manier van bouwen, ook dat de architect ook zelf de bouw organiseert, is in Duitsland veel gebruikelijker dan in Nederland. Maar we zijn nu in Polen bezig bijvoorbeeld met een project op te zetten. In de Oekraïne gaan we binnenkort een project doen. Dus het is, het is in ieder geval, het begint wel steeds meer aan te slaan. Ja. Ja. Als er nog andere vragen zijn, dan kunnen we misschien nog aan het einde doen. Want ik wil in ieder geval jou bedanken. Inderdaad, een inspirerend verhaal, zoals Erin aangeeft. En vragen of Thomas zijn scherm wil delen. Zal ik doen. En dan even kijken of deze... Dit gaat goed, toch? Ja, ik zie je scherm. Ja, ik hoor je. Ja. Hartstikke mooi. Leuk om al deze verhalen te horen. En ook vooral van Menno, jouw verhaal over CPZ als student in Delft inspireerde mij altijd al jullie manier van bouwen. En ook het noemen van Stuart Brand. Ik heb daar mijn afstudeeronderzoek ook nog heel lang over gehad. Vrij inspirerende man, ook op andere vlakken. En de nadruk die je ook legt op het productdenken en op... Op hoe je eigenlijk de knopen in je gebouw in elkaar zet, dat daar eigenlijk alle circulariteit samenkomt. Dat is bij ons ook zeker van groot belang. Leuk dat we hier mogen zijn. Ik representeer vandaag Sustainer Homes samen met mijn collega Inge van Doorn, die hier ook in het publiek zit. En wellicht dat zij ook nog wel wat vragen van jullie kan beantwoorden. Wij zijn architect, bouwer, bouwleverancier, bouwsysteemleverancier. Dat wordt hopelijk gedurende de presentatie wel een beetje duidelijk. Hier op de voorpagina in ieder geval onze droom. Dat is onze stad helemaal van hout te bouwen. Weg van de bakstenen, van de betonnen cultuur die wij in Nederland hebben. En ik denk dat het heel leuk is om heel even te beginnen met een filmpje. Dat een goed beeld geeft van... hoe wij ons huis in elkaar zetten, voordat ik er wat meer over ga vertellen. Oh, gaat hij al direct weg, of niet? Kijk. Ons hout komt uit Finland. En daar worden de platen van gemaakt. En die worden allemaal op mooie maten gezaagd. En in een Nederlandse vreesfabriek worden daar allemaal bouwelementen van gezaagd, automatisch, computergestuurd. En die worden bij een van onze aannemers in elkaar gezet tot modules. Met allemaal andere soorten materialen nog die allemaal duurzaam gekozen zijn. Die worden op de weg worden ze gebracht naar de bouwlocatie. En dan staat binnen een paar dagen staat het huis afbouw klaar, sleutel erin en... Je kan er gebruik van maken. Ik denk dat dat het beste samenvat wat onze waardepropositie is. En het grappige is van dit huisje, je ziet hem nu niet meer, dat hebben we laatst ook verplaatst. Oh, je ziet hem hier trouwens nog bij 2016 tweede module toegevoegd. Die hebben we laatst ook, die stond bij het Jaarbeursplein in Utrecht en die hebben we laatst uit elkaar gehaald en in Hilversum neergezet. Sustainer Homes 2014 zijn we opgericht. We hebben nog een klein uitstapje gemaakt naar woningen van containers. Vandaar ook de naam. Maar snel kwamen we erachter dat er een betere impact te maken valt in houtskeletbouwwoningen. En dan dat op een modulaire en industriële manier geproduceerd. En niet veel later, in 2016, hebben we onze eerste woning neergezet. En sindsdien heel langzaam, gradueel, hebben we... uitgebouwd naar een meer diverser palet. Maar grotendeels bestaat eigenlijk ons product, ons bouwproduct, nog steeds uit twee type modules. Een module van 5 meter bij 3,5 meter en een module van 3,5 bij 2,5, precies de helft. En daarbij hebben we nog een aantal verschillende kapmodules. En die kan je op allemaal verschillende manieren in elkaar zetten en invullen. En dan kan je een uitgebreid assortiment aan verschillende woningen maken.
2017 is die schuine kap erbij gekomen. Dat was heel spannend. Die hebben we nog met de aannemer uitgebreid getest. Eerst in een loods en toen uiteindelijk op het dak van een dappere, pionierende particulier gezet. Na een hele grote crowdfunding in 2017 en 2018 hebben we toen een heel nieuwe versie van ons bouwsysteem ontworpen. Vijfde alweer. En die is gekoppeld aan een software systeem. Dus dat wij ook heel snel kunnen ontwerpen. En dat ook alle informatie die in het bouwsysteem zit, in de fysieke wereld ook is beschikbaar is online. En dat het uiteindelijk de hele keten door van bouw, onderhoud tot aan sloop. Dat alle data en alle informatie over dat gebouw beschikbaar zijn. Twee jaar geleden bouwden we alweer onze 75ste woning. Dat was ook mede dankzij een paar grotere ontwikkelingen. Afgelopen jaar is wel onze samenwerking met TBI ook tot wasdom gekomen. En hebben we onze eerste rijwoningen gelanceerd na heel lang met particulieren gepionierd te hebben. Gaan we nu meer de B2B-markt op met rijwoningen en ook met appartementenwoningen. Dat is een korte introductie. Ik heb een paar leuke plaatjes achter elkaar gezet van onze woningen. Dit was onze eerste dubbele woning in Almere Oosterwold. Waanzinnige experimentele plek voor woningbouw en stedenbouw. Als je een keer in de buurt bent, zou ik zeker een rondje rijden. Je ziet nu al in deze twee een eindeloze hoeveelheid verschillende vormen en materialen en afwerkingen we kunnen doen. Hier weer een andere afwerking. Nog steeds Almere Oosterwold. Ik denk dat daar toch het gros van onze woningen staat. Hier een volledig houten schuine kap. Voor mij staat deze ergens in Zeeland. Dit is een van de grotere ontwikkelingen. Met een aantal verschillende typen schuine kappen. Dus een asymmetrische kap en een symmetrische kap en een hoge kap en een lage kap. Dit is de rijwoning. Die worden nu als eerste neergezet in Hengelo. En dat is vrij spannend, want dat is je zit opeens in een markt met een veel grotere schaal. Ja, en uiteindelijk is natuurlijk de droom om ook appartementen te gaan bouwen. Eigenlijk het grappige en leuke is dat Menno net al noemde, had het net al over die tunnelbouw van beton. En je ziet ook in de manier waarop we stedenbouwkundig bouwen, dus die tunnelbouw is heel erg schijfgericht, dat je daarmee ook de stedenbouwkunde eigenlijk beïnvloedt door heel erg in rijen te gaan bouwen. En op het moment dat je een modulair product hebt, wat meer een doosje is, wat je net als Lego op allemaal verschillende manieren kan stapelen, dan beïnvloedt ook dat je steden bouwt. En in dit project in Eindhoven zijn we bijvoorbeeld ook aan het experimenteren van, dan kunnen we eigenlijk op dezelfde manier, met dezelfde kost die je maakt als je seriematig bouwt, kunnen we dan ook eigenlijk een veel diverser beeld krijgen in de stad. We hebben het hier, dat is even een korte introductie van wat Sustainer Homes doet. Wij zijn hier vooral om over circulariteit te praten. Sustainer Homes is nooit begonnen met een andere missie dan circulariteit. Wij zijn begonnen met circulariteit en ik denk ook dat waar David ook al over heeft, van, hè, dat, het zit al in ons gedrag vanaf punt A. En we zijn begonnen met de vraag te stellen, hoe kunnen wij een nieuw duurzaam product maken, makkelijk produceerbaar, goed herbruikbaar, op maat en hernieuwbare grondstoffen. En ik denk dat het soms wel echt een stuk makkelijker is om gewoon helemaal opnieuw te beginnen met een blank canvas dan vanuit een bestaand businessmodel door te vloeien naar een circulair businessmodel. Wat daarbij wel eigenlijk, denk ik, en ik denk dat dat geldt voor heel veel partijen in de bouw, is dat je niet per se zelf circulair kan zijn, tenzij je de hele cyclus beheert, maar je moet vooral zorgen dat alle andere partijen in de keten samen met jou die circulariteit mogelijk kunnen maken. Dus wij proberen vooral naar die hele cyclus te kijken en ons stukje zo te doen dat die hele circulariteit, dat die hele keten aan elkaar geknoopt kan worden. En dat doen we met ons bouwsysteem en een digitaal platform. Dit zou onze droom zijn. Onze module, onze houten module in het midden als centraal stralend middelpunt van de bouwketen waar ontwikkelaar, architect, leverancier, assemblage, bouwpartijen en de aannemer allemaal gebruik van maken. Zonder dat wij ook daadwerkelijk echt zelf aan het bouwen zijn. Dus wij zijn vooral een faciliterende partij die met alle verschillende ketenpartners samenwerkt en ontwikkelt. Zodat we ook niet per se, zodat ook een soort van die diversiteit behouden
van alle verschillende partijen die in de markt met andere ambities aan het werk zijn. En dat, wat maakt ons dat dan? Zijn wij dan een bouwsysteemleverancier? Zijn wij een ingenieursbureau? Zijn wij een softwarebedrijf? Zijn wij een architectenbureau of een softwareleverancier of supply chain experts? Ja, dat weten we zelf eigenlijk ook nog niet zo goed. En op dit moment, ik denk toch met name die bouwsysteemleverancier, maar alle andere diensten leveren we ook. Nou, twee grote ambities, dus duurzaamheid en circulariteit, maar zeker ook die industrialisatie, ook dat Menno net al noemde, industrialisatie, demontabiliteit en flexibiliteit of fabrieksmatig bouwen. Die twee gaan heel goed samen, omdat het ene vereist dat, of met die industrialisatie wil je snel efficiënt en snel en efficiënt is vaak ook gewoon beter voor het milieu. Nou ja, in meer detail onze module. Kerto hout, dat is een hoogwaardig multiplex, dat is de gele basisconstructie. En daarop gebruiken we een spaanplaat dat 85% gerecycled is om minder constructieve kanten te, in te vullen. En veel isolatie gebruiken we en het liefst gebruiken we ook als buitengevel een houten vuren verduurzaamde latten. Je ziet ook allemaal gaten die hier in die balken zitten en die zorgen dat dus de installaties seamlessly te verwerken zijn in ons systeem. Hier voor een kort plaatje, ik ga hier niet te lang bij stilstaan, maar dan zie je ook alweer de totale diversiteit die wij kunnen bieden. En tegelijkertijd ook een hele hoop brandveilig, akoestiek, et cetera, lange levensduur. Ik denk dat er drie manieren zijn waarop wij proberen, ons was gevraagd om iets te zeggen over onze circulaire ontwerpmethodiek. Nou, dus ik denk dat dat op drie manieren naar voren komt. In eerste instantie is dat eigenlijk ons DNA, dat is het bouwsysteem. Dat is de kern van een circulaire product. En de grap is eigenlijk dat toen ik bij Sustainerhams kan werken, dat het een vrij reguliere bedrijfsvoering is. Wat het alleen totaal anders maakt dan alle andere soort van woningbouwers, is dat we met een inherent circulair product werken. En dat maakt eigenlijk alles wat we doen circulair. Zonder dat dat per se andere activiteiten zijn. Wat maakt dat bouwsysteem nou zo circulair? We hebben uitgebreide selectie gedaan van wat zijn de beste materialen die we kunnen toepassen. Het grootste deel van onze materialen die komen uit Finland. Dat is kruis LVL, dus dat hoogwaardige multiplex waar ik het over had. Dat is sterker. Je hebt tegenwoordig, voor de kenners in de bouw, wordt veel over CLT gesproken. Dat is een iets massiever en dikker materiaal met minder bewerkt hout. En LVL is een wat hoogwaardiger. Ik denk dat het net zo dimensiestabiel is en net zo precies is. Maar het is wat constructief wat hoogwaardiger, waardoor je er minder van nodig hebt in je module. Geoptimaliseerd materiaal gebruikt met een hele hoge isolatiewaarde. Een hele eenvoudige assemblage en deassemblage. Dus je hebt geen groot materieel nodig of geen schaarse kennis. Geen natte verbindingen, veel tandverbindingen. En we zijn remontabel op twee niveaus, dus je kan eigenlijk het gebouw uit elkaar halen, heb je modules die je kan hergebruiken. En dan kan die module nog uit elkaar en heb je de elementen die je nog kan hergebruiken. Dus uiteindelijk ben je dan op die drie niveaus, gebouw, module en element, ben je herbruikbaar. En dan kan je verplaatsen, je kan er van alles mee doen. Dat leidt tot een aantal hoge scores op allemaal meetlabmethodieken. Waar Hans het ook al over had. We hebben een EPG-score van 0,39. Dus wat ons betreft mag die 0,8 nog wel wat scherper. En Alba Concepts die heeft een mooie methodiek al voor circulariteit, waar wij 83% op scoorden. Wat voor hun, in ieder geval voor de BCI 1.0, de eerste versie van hun meetmethode, de hoogste score was die ze hadden berekend. Ja, wat betreft energie zitten we goed, maar dat ligt vooral aan de systemen. En stikstofuitstoot is prefab bouw, dus lokaal heb je heel weinig uitstoot. Een tweede reden waarom we denken dat we circulair zijn, is omdat we proberen gewoon kwalitatief ontwerp te leveren. En dat is in eerste instantie door het gebruik van ons materiaal. Dus er zijn talloze rapporten die aangeven dat het wonen in een houten gebouw gezonder is en fijner is. We hebben enorme hoge kwaliteit details. Dus het fijne is ook. En ja, daar gaan we het weer over dat product hebben. Huis als een product. Je ontwikkelt je details één keer.
En elke keer als je je bouwt, kun je ze verbeteren. Dus je bent niet voor elk gebouw ben je nieuwe details aan het ontwikkelen. Maar je slaat ze op, je maakt ze parametrisch in de computer. En je optimaliseert ze eindeloos totdat de allerbeste details zijn. Dus zo kan je dus met op een best wel goedkope manier hele hoogwaardige details aanbieden. Lange levensduur, klimaatconform met slimme balansventilatie en vloerverwarming. En uiteindelijk seriematig en modulair bouwen met een hoge aanpasbaarheid. Dus dat je en schaalvoordeel pakt omdat alles hetzelfde is, maar tegelijkertijd ook de eindgebruiker een mooi specifiek ontwerp geeft. Ja, wat interieurs en hier een interieurfoto van het appartementgebouw. Eindeloos veel mogelijkheden. En dan als laatste is, die gaat meer over faciliteren van onze circulariteit. En dat zit meer in de digitale laag die we eronder hebben zitten. En ik denk dat ik dat het beste even kan laten zien, ook weer met een filmpje. En eigenlijk alles tot aan de schroef zit bij ons ook in de computer. En dat is dus een gebouwpaspoort. Ja, dat is eigenlijk een soort van bijproduct wat wij leveren bij ons gebouw. Dit is hoe onze software eruit ziet. Dus hij faciliteert in eerste instantie onze ontwerpers die heel snel gewoon met een paar lijnen een woning in elkaar zetten. Dit is wel enigszins versneld. Je klikt aan waar je raampjes wil en omdat heel veel standaard is, kan je al direct er details van maken, een 3D beeld eruit trekken en ook installaties eruit laten zien. En dit is eigenlijk gewoon, we hebben onze eigen BIM software gemaakt dat specifiek ontworpen is voor ons eigen bouwsysteem. Ja, en zo ga je uiteindelijk ook op stedenbouwkundige schaal dit toepassen. Ja, en al deze informatie die wij hier verzamelen, die rolt uiteindelijk gewoon die hele bouwketen in. En wij hopen dat die dan uiteindelijk gewoon gebruikt wordt door de rest van de keten ook. Nu gaat hij nog een keer spelen. Ik heb hier nog heel eventjes, ik kreeg een paar slides door al van tevoren van David. Dus ik dacht, ik ga heel eventjes naar die slides kijken, naar die ontwerpprincipes. En eventjes bedenken van oké, waar zit Sustainer Homes en waar zit Sustainer Homes nog niet. Nou ja, ik zag deze langs komen, circulaire grondstoffen. Nou, die gebruiken we al, service als product, die hebben we nog niet. Maar als wij leveren aan een wooncorporatie die vooral huizen verhuurt, dan weer wel. Maar dat is natuurlijk ook die complexiteit van de bouw, dat je met zoveel verschillende partijen bent samenwerken. De levensduurverlenging doen we ook. Deelplatforms doen we nog niet. Ik zou het ook niet, misschien zijn er ideeën hier hoe we dat kunnen regelen binnen ons systeem. En het terugwinnen van grondstoffen, ja, dat kan ook zeker aan het einde van onze cyclus. Qua hier circulair ontwerpprincipes denk ik dat wij toch wat meer in de waardecreatie zitten dan aan de preventiekant. Ik zou ook graag af en toe, als klein bedrijf heb je toch niet vaak de luxe dat je opdrachten kan afslaan omdat ze niet duurzaam genoeg zijn. Maar ik kan me voorstellen dat zeker aangezien er zoveel leeg staat nog in Nederland, dat daar een puntje ligt voor ons geheel als bouwend land. Maar wij zitten met name op die waardecreatie om een product te maken wat zich leent om in de toekomst gewoon weer uit elkaar gehaald te worden. En daarmee, wij gebruiken ook niet echt per se oude materialen. Zijn nog wel interessant zijn om een keer te gaan bekijken. Maar het is weer dat productdenken met van oké, hoe kunnen de nieuwe materialen die wij gebruiken zo goed mogelijk toegepast kunnen worden, zodat de rest van de keten beheer, onderhoud en uiteindelijk ook het materialenpaspoort en dergelijke goed gediend kunnen worden. Eigenlijk vond ik de interessantste, dat komt ook weer terug op die preventie. Ja, Sustainer Homes die zit bij die planuitwerking. We krijgen meestal een opdracht. We proberen natuurlijk wel een beetje die keten in te trekken om ook voor onze eigen acquisitie. Maar we zitten met ons bouwsysteem vooral met name op een soort van inspiratie van die realisatie, aanleg, beheer en onderbouw en remontage. Maar het zou interessant zijn of wij op een of andere manier met ons bouwsysteem ook impact kunnen hebben op initiatiefverkenning. Dit is ook in grote lijnen wat ik tot nu toe vertelde, was vooral voor een deel ook het ideaalbeeldje. Maar wat de praktijk ook vaak laat zien is dat je niet altijd alles kan doen. Dus het is heel belangrijk om in die kleine zorgvuldige stappen te denken. Bouwen is al lastig genoeg, veiligheid, regelgeving, alle stakeholders.
Je zit met heel veel stakeholders die traditioneel conservatief bouwen en vrij risico-avers zijn. Wat voor ons vaak een truc is, is precies hetzelfde te bouwen wat er al is. Maar soms leidt dat ook tot dat wij veel te overcharged, eigenlijk dat we met een enorme jeep gaan naar de supermarkt gaan om boodschappen te gaan halen. Maar het ook wat mooie is dat we dan af en toe klanten hebben die dan naar ons toe komen. Helemaal niet voor een duurzame woning, maar gewoon voor een mooie woning. En dan na 4 maanden nadat ze een sleutel hebben gekregen zeggen van nou, ik ben zo trots dat ik ook een duurzame woning heb. Thomas, mag ik je zo gaan vragen om af te ronden, zodat je ook nog een paar vragen die zijn binnengekomen kunt beantwoorden? Zeker, zeker. Dit was ook volgens mij bijna de laatste slide. Operationele noodzaak krijgt vaak voorrang. Ja, dat kent iedereen wel. En heel erg afhankelijk van het aanbod van de markt. Ik sla deze heel veel over. Wat wij gaan doen in de toekomst, dat is gewoon meer van wat ik al heb verteld. Maar wat buiten Sustainerhomes, wat ik hoop dat er gaat gebeuren, is dat er inderdaad die vraagontwikkeling komt. Wij werken nu samen met één semi-overheidspartij ook aan een soort van product. En het is zo'n genot om met een partij samen te werken die wil. Die gewoon circulariteit wil. Die tegen ons zegt van nee, jullie hebben dit, ik wil het beter. En ik kan me voorstellen dat vanuit zo'n gedachte dat de versnelling opeens nog harder gaat dan die al gaat. En misschien is dat ook wel een mooie om mee te sluiten. Ja, dankjewel. Ik heb 3 vragen in ieder geval. Eentje gaat meer over de technische aard. Welk type hout adviseren jullie voor de buitenbekleding van de gevels in het kader van onderhoud? En wat is de beste circulaire bevestigingsmethode van de houten delen? Sorry, ik was heel veel bezig met het scherm uitzetten. Wat was de vraag? Een vraag was welk type hout adviseren jullie voor de buitenbekleding van de gevels in het kader van onderhoud? En wat is de beste circulaire bevestigingsmethode van de houten delen? Dat is meer een technische vraag, denk ik. Misschien zou je daar nog later in de chat op kunnen antwoorden, want ik vind de andere ook interessant. Hoe ervaren jullie de samenwerking met andere ketenpartners waarvan je aangaf ook afhankelijk van te zijn? En ervaren jullie barrières daarbij? Ja, die laatste vraag is inderdaad wel interessant. Die barrières nemen af op het moment dat je groter wordt en over schaal gaat praten. En vandaag ging het over een circulaire... Leuk voorbeeld. Vandaag ging het over een circulaire baksteen. En Nederland is toch een baksteenland en dat zit niet alleen maar in de manier waarop we bouwen, maar ook in wat we willen. Dus ik denk een van de transities die we kunnen hebben om die duurzame bouw te versnellen, is ook dat de welstand wat minder om bakstenen gaat vragen. Bakstenen zijn een van de meest vervuilende dingen die je in een gebouw kan stoppen. Maar in plaats van dat wij, twee jaar geleden zouden wij zeggen van, die baksteen, dat moeten we maar gewoon doen dan. Dat is dan iets wat we voor lief moeten nemen. En vandaag kwam de vraag van, moeten we dan niet zelf gewoon zo'n baksteen gaan ontwikkelen? Die eruit ziet als een baksteen, maar dan wel circulair is. En dat kan opeens omdat je serieus wordt genomen als een grotere partij en bij andere partners kan aansluiten. Ja, mooi. En hoe wordt er bepaald hoe lang zo'n gebouw mee kan? Een lange leesduur. En wordt er bij de ontwerpfase al een schatting van gemaakt? We gaan standaard uit van 50 jaar. Niet alle onderdelen van het gebouw gaan zo lang mee. En dat zetten wij ook gewoon in een uitgebreide informatiedossier. Maar in principe zijn er houten gebouwen Noorse staafkerken die al 1000 jaar staan. En er zijn houten gebouwen die heel snel uit elkaar vallen. En het gaat vooral met name ook om het onderhoud. En in principe als het onderhoud van een sustainerhomes goed gedaan wordt, dan kan in ieder geval het casco eindeloos blijven staan. Ja, inderdaad. Een mooie Noorse gebouw. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn binnengekomen, Suzanne? Nee, dat was de laatste. Dus als jullie in de chat eventueel nog zouden kunnen reageren op de vraag over het type hout. De bevestigingsmethode. Yes. Dan denk ik dat het ook 4 uur is geworden en dat het tijd is om af te ronden. Zie ik ook aan de mensen die al op weg gaan naar een volgende bijeenkomst. Ik wil in ieder geval Hans, Menno, Erin en Thomas heel erg bedanken voor jullie bijdrage. En jullie uitnodigen ook voor de Week van de Circulaire Economie en andere webinars. De aanwezigen zullen deze presentatie ook opgestuurd krijgen en ook de opname van deze sessie. En
Ik hoop eigenlijk graag tot ziens, tot horens en tot elkaar tegenkomens over een paar weken. Dank jullie wel.